Hallo. Goedemorgen. Begin juli had je last van je knie. Dat was op het zomerreis al. We zijn nu 2 maanden later. Hoe is het nu? Nou, iets beter wel. Maar ik kan nu eindelijk pijnvrij fietsen en toch wel wat dingetjes weer doen. Maar helaas nog niks schaarspecifiek. Dus het duurt langer dan ik zelf gedacht had. Hoe is die blessure ontstaan? Nou, ontstaan, dat weet ik niet precies, maar ik had na het kamp in Denemarken kreeg ik een beetje last van mijn knie en het werd steeds erger. En toch zo erg dat ik echt bijna helemaal niks kon. En nu, nu zijn we bijna voor het laatste kamp voor de winter en gaat eindelijk iets beter. En ik hoop met 1,5 week te kunnen schaatsen, maar dat weet ik nog niet. Lijkt me vreselijk om steeds alleen op te trekken, want je hebt een aangepast trainingsprogramma. Ja, dan moet ik gewoon accepteren en ik weet dat ik gewoon ook niet anders kan. Dus dan is dit gewoon het beste voor mij, alles op de fiets doen. Ik fiets 2 keer per dag zowat nu en ik maak aardig wat uren zo, maar liever ga je gewoon specifieke dingen nog erbij doen nu en dat zit er helaas niet in. Ben je wel eens somber onderweg? Somber? Nee, ik geniet hier van het mooie weer en de omgeving in Italië. En, natuurlijk zit er mindere periodes tussen, maar je moet het accepteren. En iets anders doen kan ik toch niet. Wat is het medische traject geweest? Ben je vaak onderzocht? Ja, ik heb door onze eigen dokter bij onze eigen dokter een MRI laten maken. Een MRI nog een keer laten zien door een second opinion bij de dokter Heijboer, die ook wel bekend staat, een van de specialisten onder de knie. En het kwam allemaal hetzelfde eruit in ieder geval. Dus, en wat was dat? Nou, heel onduidelijk niet. Toch een aangetaste kraakbeen en licht aangetast. En een heel lastige blessure waar je weinig mee kunt doen en alles kan ik doen als het maar geen pijn doet. Dus, en dat is vrij weinig.